Welkom, we gaan een schuin dak isoleren. Voordat je begint is het goed om eerst na te denken over het soort isolatiemateriaal dat je wilt gebruiken. Je kunt kiezen uit isolatie met een dambremmende laag of standaard isolatie met een losse dampremmende folie. Informatie over verschillende soorten isolatiemateriaal vind je op voordemakers.be. Om je dak te isoleren heb je het volgende nodig: Veiligheid. Gebruik stevige trappen. Draag een stofkapje, een veiligheidspril en handschoenen. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving. Stap 1. Regelwerk maken. Gebruik balken die minimaal zo dik zijn als je isolatiemateriaal. Plaats de folie voor de koude kant tegen het dak en niet deze vast. Meet dan de afstand tussen de gortingen en zaag een balk op deze lengte. Bevestig de balk tussen de gordingen met schroeven van de juiste lengte. Snijd nu aan de bovenkant van de gipsplaat een strook af. Gebruik een recht voorwerp zoals een lat of lineaal om langs te snijden. Doe dit aan de voorzijde van de gipsplaat en breek de strook om. Snijd vanaf de achterzijde langs de breuklijn los. Dit is de gipsmal die je gebruikt om de afstand tussen de verticale balken te bepalen. Zet de gipsmal tegen de muur. Zorg dat het midden van de eerste balk op de plaats komt waar de mal eindigt. Check dit aan de boven- en onderkant. Meet vanaf hier steeds vanaf het midden van de ene balk tot het midden van de daaropvolgende balk. Ga zo door tot je over de hele breedte van het dak balken hebt geplaatst. Stap 2. Isolatie aanbrengen. Snijd de isolatie op maat zodat hij strak tussen de balken geplaatst kan worden. Eventuele kieren kun je opvullen met restjes afgesneden isolatiemateriaal. Neem nu de dampremmende folie en bevestig deze over het hele dakbeschot. Houd bij overlappingen ongeveer 20 cm aan. Stap 3 Afwerking. Meet de afstand tussen de gortingen en snijd dan je gipsplaat op lengte. Bevestig de plaat op het regelwerk met gipsplaatschroeven. Zo werk je het hele dakbeschot af. Bekijk hier de klusvideo over gipsplaten afwerken. Succes met je klus! Aandachtspunten: Nog even dit: isolatiemateriaal kan erg jeuken, draag daarom shirts met lange mouwen en handschoenen.